Ik ben precies in het midden gaan zitten, in de goede aanloop in Tollebeek. Want als je die kant op gaat, zit je 5 kilometer bij Flavor Boys. En die kant op gaat, zit je bij 5 kilometer bij SV Urk. En in het midden heb ik uitgenodigd Klaas Tol. Klaas Tol, oud-voetballer van SV Urk. En nu de sponsor van beide clubs. Ja, we zijn maar even in het midden gaan zitten. Is het moeilijk om komende zaterdag een keuze te maken? Nee. Waarom niet? Dat is niet moeilijk. Waarom niet? Ik heb maar één club en dat is Urk. Ja, en dat zit altijd in het hart. Dat is, ja, blauw bloed zeggen we dan. Hè? Wit en blauw zijn de kleuren. Ja, rood-wit is ontzettend leuk en het is mooi om dat sponsor te zijn. Maar nee, er is maar één club en dat is Urk. Ja, maar is het niet heel moeilijk om als Urker en oud-voetballer bij Flavor Boys op het shirt te staan? Het was wel even wennen, ja. Dus ik moest er ook wel even over nadenken. Maar ja, de verhoudingen tussen Urk en Flavor Boys zijn natuurlijk niet meer zoals het vroeger was. Het gaat best een stuk beter. Ik heb daar goede contacten, goede connecties, vriendelijke mensen. Dus nee, wat dat betreft valt er wel mee. Ja, vroeger als je als speler bijvoorbeeld overging van de ene naar de andere club, dan werd je bij wijze van spreken niet eens aangekeken. Ja, hoe is dat nu dan? Hoe reageren de Urkers omdat jij op het shirt staat bij Flavor Boys? Over het algemeen best wel leuke reacties eigenlijk. Tuurlijk zijn er ook wel 1 of 2 reacties waarvan je denkt van, moet dat nou zo? Maar wat is dat nog bijvoorbeeld? Kun je een voorbeeld geven? Ja, als je de reactie krijgt dat mensen echt wel een klein beetje kribbig reageren, zeg maar. Of een beetje boos reageren. Van, hoe kun je dat nou ooit maken? Aan de andere kant denk ik, ja, het is voor ons gewoon een zakelijke business deal waar we naar kijken. Dus ja, als mensen dat niet begrijpen, ja, dat is jammer voor hun. Maar daar lig ik niet wakker van. Nu zaterdag die wedstrijd, want het gaat natuurlijk om het voetbal van komende zaterdag. Ja, je hebt zelf natuurlijk ook in het eerste gespeeld. Je hebt die wedstrijden zelf ook meegemaakt. Leg het eens uit. Wat voor wedstrijd is dat precies? Ja, het is een wedstrijd op zich. Het is niet te vergelijken met andere wedstrijden. Tenminste, toen ik vroeger voetbalde, was Urk, Flavor Boys, was de derby uiteindelijk. Ongeacht de stand op de ranglijst, die moest je winnen. Dat betekent ook vaak dat er niet echt heel goed voetbal was, omdat andere sentimenten aan een rol spelen. Maar ja, als je als winnaar van het veld stapt, dan geeft dat gewoon zo'n enorme boost aan jou, maar ook aan iedereen om je heen. Hè. Dat hoorde je de hele week daarna. Werd je overal aangesproken als je gewonnen had. Je werd ook aangesproken als je verloren had. Dat bracht dat ook bepaalde emoties teweeg. Maar ja, het is echt een wedstrijd op zich. En het is ontzettend mooi dat Urk en Flavor Boys gewoon bij elkaar in de competitie zitten. Het is veel publiek, bepaalde entourage, sentimenten die een rol spelen. Ja, en dat maakt het juist mooi.